Te midden van de Barse heide, waar samen stromen marken aan, daar is geroemd door alle tijden, ons eigen stad, ons Vierbreda. Hallo, ik ben Heinrich Oemland en stel me graag even aan u voor. Van 1837 tot 1883 heb ik mij in Breda op muzikaal gebied kunnen uitleven. Zo heb ik bijgedragen aan een gemengd koor, het stedelijk zang- en muziekonderwijs en de Vereniging voor Kamermuziek. Daarnaast was ik vanaf 1868 ruim 15 jaar dirigent van het Breda's Mannenkoor. Met veel plezier kijk ik terug op de successen en prijzen die het koor onder mijn leiding heeft behaald. Het koor floreert nog steeds en viert in 2025 haar 160-jarig bestaan, 120 jaar koninklijke status en 10 jaar ambassadeur van Breda-Nassau-stad. Om dit te vieren, heeft een bewonderaar van mij een interessante wandeling uitgezet door de historische binnenstad van Breda. Deze wandeling voert langs objecten die een relatie hebben met mij in het algemeen en 160 jaar geschiedenis van het koor in het bijzonder. Als voorproefje toon ik een aantal van die bezienswaardigheden en begin bij het oude pand aan Haven 7. Dit pand is eigendom van het koor. Hier wordt eenmaal per week flink gerepeteerd en elk jaar een gevelconcert uitgevoerd. We passeren de kraamkamer voor de geboorte van het koor in 1865, nu eetgelegenheid. In 1921 heeft het koor de onthulling van dit monument voor koning Willem III muzikaal mogen opluisteren. Vele jaren was ik als muzikant en leraar met genoegen verbonden aan de militaire academie. Ver na mijn tijd, in 1905, heeft het koor bij de onthulling van dit monument een welkomstlied voor de koningin gezongen. Frans Smits van Waasbergen, directeur van de bekende Bredase brouwerij, was medeoprichter en eerste president van het koor. Nu staan we voor de legerplaats van het muziekkorps van het 6e regiment, waarmee het koor tot 1938 heeft samengewerkt. We komen aan bij de eerste schouwburg van Noord-Brabant. De opening hiervan mocht ik met het koor muzikaal omlijsten. Het doet mij heel erg goed dat mijn zang- en muziekschool de basis heeft gelegd voor deze mooie instelling. Hier heb ik me in 1840 als muziekonderwijzer laten inschrijven en heb hier met plezier gewoond. Vlak bij mijn huis is het intieme kerkje waar ik vaak het orgel heb mogen bespelen. Ook het koor heeft hier vele malen gezongen. Wat nu restaurant is, was de eerste repetitie- en concertruimte van het koor. De door mij geïnitieerde zang- en muziekschool had hier haar domicilie. In dit pand werd door het koor gerepeteerd en geconcerteerd tot aan de verhuizing van het koor naar Haven 7. Zo zijn we dan tot slot terug bij het pand waar we zijn begonnen, Haven 7. Sinds mei 2024 is hier een vlinder neergestreken, restaurant Mariposa, met een uitstekende en gevarieerde Spaanse keuken. Dit was dus een tipje van de sluier van de in totaal 30 objecten op de route die ruim 6 kilometer lang is. Over mijn bijzondere band met het Breda's Mannenkoor wil ik nog het volgende aan u kwijt. Rond 1875 kreeg ik van de leden een prachtige ebbenhouten baton met goud ingelegd. Dit als aandenken aan onze successen bij landelijke zangwedstrijden. Helaas ben ik dit souvenir in Breda kwijtgeraakt door mijn abrupte vertrek naar mijn moederland. Mocht een van u mijn baton tijdens de wandeling vinden, breng hem dan naar Haven 7, het begin- en eindpunt van de wandelroute. Daar kan mijn baton worden bewaard als symbool voor de kracht van samenwerking voor het streven naar kwaliteit en succes. Mede namens mijn bewonderaar wens ik u een hele prettige wandeling. Bedankt. Bye.